Autorijden is al onbetaalbaar, maar wordt per 1 januari 2024 nog weer een stukje onbetaalbaarder. Door een accijnsverhoging wordt de prijs van een liter benzine bijna 21 cent hoger. Een liter diesel gaat 13,5 cent meer kosten. Stem in november daarom op. Een gouden plaat voor 100.000 verkochte exemplaren Den Uyl is in Den Olie aan de heer Hendrik Koekoek. Natuurlijk zong de succesvolle boer ook hier zijn partij. Stem nu maar op mij, dan word ik president. Verlaag ik de benzineprijs met 50 cent. Den Uyl is in Den Olie. In Den Olie is Den Uyl. Den Uyl is in Den Olie. Koekoek wist niet zo best raad met de plotseling opgeroepen geest van carnaval. Zelfs 100.000 verkochte platen maken van een Kamerlid nog geen artiest. Ja, joh, moet in Den Hoek. Koekoek, koekoek. Ja, joh, krijg voor zijn droom. Wat is nu toch de noodzaak dat wij te doen moeten hebben met een zwijgende minister, zoals meneer Smelster opmerkte, dat de kijkers en de luisteraars een zwijgende minister zagen. Tot nog toe hebben ze dan nog Kamerleden kunnen horen en zien. Maar het zou wel wat worden voor de luisteraars en voor de kijkers als de minister straks zou blijven zwijgen. En daarom wil ik de vraag stellen, en die moet dan misschien de heer Smelser beantwoorden. Wat is nu toch de noodzaak van dat zwijgen? En wat is nu toch het bezwaar dat de minister de inlichting die hij weet, wij kennen een man die anderhalf jaar wel zo goed dat hij niet gauw te veel zegt. En dat hij helemaal zijn mond nooit voorbij praat. En wat zijn dan de bezwaren dat die Kamerleden die nou niet behoren tot de regeringspartij ook eens te weten komen wat de reden van deze crisis is geweest? Het verbaast mij ten zeerste dat de Nederlandse regering niet in staat is geweest om na ongeveer 50 jaar wederom een oliecrisis niet kan bezweren. Ik vestig mijn hoop nu op Hendrik Koekoek en adviseer eenieder om op hem aanstaande november te gaan stemmen. Zoals uit de verkoop van zijn grammofoonplaten blijkt, is hij zeer populair onder het gewone volk en dat moeten wij hem wel aanrekenen. Krijgt hij het voor elkaar om minister-president te worden, dan gaat hij de benzineprijs verlagen met 50 cent en dat zal jullie aanzienlijk in de portemonnee gaan schelen. Ook Forse Majeur heeft hier enige aandacht aan gewijd. Koeweit, 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 kille, kille, Koeweit, kille, kille, hop, sa, sa. Koeweit, 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 kille, kille, Koeweit, kille, kille, hop, sa, sa. Wij hebben werkelijk niets genereuzers kunnen bedenken dan u een exemplaar aan te bieden. Het eerste exemplaar van dit door ons vervaardigde grammofoonplaatje genaamd Kiele Kiele Koeweit. En wij hopen dat u dat van ons zult willen aanvaarden. Nou, dat is mooi, dat is heel mooi. Waarom? Het is goed in tijd van een crisis geestig te blijven. Ik heb veel bewonderd hoe je geestig deze crisis hebt behandeld. En ik zeg altijd tegen mijn vrienden, de journalisten, maak je kritiek, maar blijf geestig en doe niet akelig. Op het carnaval geen centje pijn, kun je nog volop in de olie zijn. Word je voor de lol geflist, het Arabier is er weer best. Pak de zorgen naast je neer. Dat we zien we, zien we, zien we, zien we, morgen dan wel weer. Koeweit, 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 kille, kille, Koeweit, kille, kille, hop, sa, sa. Koeweit, 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 kille, kille, Koeweit, kille, kille, hop, sa, sa. Koeweit, 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 kille, kille, Koeweit, kille, kille, hop, sa, sa. Koeweit, 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 kille, kille, Koeweit, kille, kille, hop, sa, sa. We zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie. Maar ons bestaan hoeft er niet ongelukkig te worden. Zien we morgen dan wel weer. Koeweit, 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 kille, kille, Koeweit, kille, kille.
Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de pomp te krijgen zal zijn. Ik hoop van harte dat deze informatie jullie heeft overtuigd om op de boerenpartij van de heer Koekoek te gaan stemmen, dus niet op de Partij voor de Dieren, daar is te veel gedonder en partijen die donderen, daar heb ik bepaald geen belangstelling voor.